Als je nog niets met video doet, dan vraag je je misschien af, wanneer is het juiste moment om ermee te starten? Ben ik er wel klaar voor en kan ik het me wel veroorloven? Want ja, hoe dan ook, het maken van video's kost geld en tijd. En de vraag is, loont het nu wel voor jou om je geld en tijd te investeren in het maken van video's? In deze video deel ik 5 stellingen om te bepalen of jij klaar bent om video's te gaan maken. Als je op alle 5 stellingen ja hebt geantwoord, dan is dit echt het moment om te gaan beginnen. Dus blijf vooral kijken. Hoi, ik ben Noortje Jamaat van Verdienen met Video en ik deel hier gratis tips zodat jij betere resultaten bereikt met jouw video's. Maar de vraag is dit wel het juiste moment om met video's te gaan starten? Laten we gauw beginnen met de eerste stelling en dat is stelling 1. Je weet wie jouw ideale klant is. Om ervoor te zorgen dat je alleen die mensen aantrekt met wie je het allerliefste werkt, is het nodig dat je een aantal dingen heel goed weet over jouw ideale klant. Dus je weet wat hem bezighoudt, waar hij 's nachts van wakker ligt, wat hem frustreert en waar hij juist heel erg naar verlangt en waar hij van droomt. Dus kun je hem nu in gedachten voor je zien? Zo ja, dan kunnen we door naar de volgende stelling. En dat is stelling 2, je hebt iets te verkopen. Een belangrijke regel bij al je marketingactiviteiten, of je nu gaat bloggen, Facebook ads inzet of video's verspreidt, er moet altijd een manier zijn om je investeringen in tijd en geld terug te verdienen. Altijd. Dus bied je al een product aan, een online training of een programma of een dienst, of heb je nog geen opschaalbaar aanbod van producten en diensten? Nou, als je al wel een betaald product hebt, dan gaan we gauw verder naar de volgende stelling. En dat is stelling 3. Je hebt je product al eens verkocht. Als je nog nooit jouw betaalde product hebt verkocht, dan weet je dus niet of het wel werkt in de praktijk. Je weet niet of jouw ideale klant er wel mee geholpen is en of hij er de juiste resultaten mee bereikt. Dus een product lanceren en verkopen dat je nog niet hebt getest in de praktijk is best wel tricky. Omdat je nog niet het vertrouwen hebt dat je product echt werkt. En we weten allebei, zonder vertrouwen is het heel lastig om te verkopen. Nou, als je je product nog nooit hebt verkocht, dan heb ik het volgende advies voor je. Ga je product eerst verkopen door mensen uit je netwerk een betaald aanbod te doen. En heb je je product al eens met succes verkocht? Nou, dat is heel erg leuk. Dat brengt me dan gelijk bij de volgende stelling en dat is stelling 4. Je hebt de wens om meer te verkopen. Maar wat ik om me heen zie is dat veel ondernemers nog niet de mogelijkheid hebben om meer te verkopen. Ze hebben eigenlijk geen tijd en geen ruimte voor meer klanten. En zo was het voor mij ook lange tijd, toen ik alleen maar 1-op-1 werkte. En mijn agenda zat helemaal vol. En bij het idee om er nog een VIP-klant bij te krijgen, dacht ik alleen maar, nou, dat trek ik echt niet. En nu is mijn regel dus, ik doe niets waardoor ik geen hefboom-effect kan creëren binnen mijn bedrijf. Dus ik doe niets waardoor ik mijn tijd en mijn waarde niet kan hefbomen. Dus de vraag is, heb jij ook de wens om meer te verkopen? Zo ja, dan komen we bij de volgende en inmiddels alweer laatste stelling. En dat is stelling 5, je durft jezelf te laten zien. Als je meer impact wilt krijgen als ondernemer, dan is het nodig om jezelf te laten zien op internet. En daar heb je lef voor nodig om jezelf te laten zien en om jezelf kwetsbaar op te stellen door je video's zo openbaar op internet te zetten. En ik kan je geruststellen, want door helemaal jezelf te zijn en jezelf te laten zien zoals je bent, kun je gewoon van alles en iedereen onderscheiden. En daarmee trek je dus ook precies de juiste klanten aan. Dus dit waren de 5 stellingen. Ik zal ze nog een keertje voor je herhalen. Je weet wie jouw ideale klant is. Je hebt iets te verkopen. Je hebt je product al eens verkocht. Je hebt het verlangen om meer te verkopen. En als laatste, je durft jezelf te laten zien. Nou, ik ben heel benieuwd of deze stellingen jou hebben geholpen om te bepalen of dit het moment voor jou is om dus wel of
juist niet te gaan starten met video. En laat het me gerust weten in een reactie onder deze video. En wil je nou meer video's zien met tips over verdienen met video, bijvoorbeeld over hoe je altijd geld en tijd kunt verdienen met je video's, abonneer je dan op mijn YouTube kanaal en klik op de bel naast de abonneerbutton om een melding te ontvangen als ik weer een nieuwe video heb gepubliceerd. En voor nu wil ik je heel graag bedanken voor het kijken en graag tot de volgende video. Dag dag!